Thema duurzame melkveehouderij wordt mogelijk gemaakt door Yara. Bespaar via hoogwaardig ruwvoer met behulp van hoogwaardige meststoffen en tools. Nieuwe Oogst besteedt in de krant van zaterdag speciale aandacht aan duurzame melkveehouderij. 6 melkveehouders vertellen hoe belangrijk dit voor hen is. Een van de melkveehouders is Jan van Dijk uit Vuren. Hij houdt 90 koeien en 50 stuks jongvee op 49 hectare grond. Van Dijk doet aan weidegang, voert zijn koeien een grasrantsoen en weet daarbij een fosfaatvoordeel te boeken binnen de kringloopwijzer. Ik kies bewust voor weidegang, zo vroeg mogelijk naar buiten. Op het moment dat mijn koeien buiten gaan, dan zakt mijn kostprijs. Vooral dit jaar erg belangrijk. En voor de koe is het ook een stukje welzijn in mijn beleving. Ik heb een vrij nieuwe stal van 2008 en toch gaan de koeien bijzonder graag naar buiten. Zelf het gras halen. Ik doe het dynamisch standweiden, of roterend standweiden uiteindelijk. Ik geef ze van tevoren 3 percelen of 4 percelen, die hou ik eruit. Die bemest ik bewust wat minder. En op die percelen gaan mijn koeien rouleren. Dat ze de hergroei opvreten, maar dat mijn andere percelen gespaard blijven om te maaien voor het winterrantsoen. De laatste 2 jaar stond het melkveebedrijf in het teken van optimalisatie. Hij verhoogde de melkproductie met 1000 liter per koe. Om het stikstofoverschot te beperken, probeert hij het eiwit uit eigen gras zoveel mogelijk te benutten. Nou, we voeren hier een gemengde rantsoen met hoofdzakelijk gras. Ik voer ook twee bijproducten, aardappelvezel en bierworstel. Dus dan wel aardappelvezel. Ik kijk uiteindelijk iedere melkleverantie na en daarop ga ik corrigeren. Dus ik probeer buiten in te schatten wat het ruwe eiwit in het weidegras is. En daar corrigeer ik dan in mijn bijproducten mee. Daarom wil ik er ook 2, eiwitrijk en eiwitarm. En dan probeer een optimaal mogelijk rantsoen te voeren. In de winterdag gaat er soms nog wat maïsmeel of wat sojameel bij. Ik voer 2 soorten productiebrok. Een brok met afgelopen jaar 3,2 gram fosfor. Dat is een bewuste keus. Anders moet ik mest afzetten. Dat lukt nu zonder. Die brok is ook weer een eiwitrijk en eiwitarm. En op die manier wil ik ook in de winterdag gedurende wisselende rantsoenen, wisselende partijen, om toch een zo constant mogelijk rantsoen aan te bieden. Om de gezondheid van de koeien te verbeteren en het rantsoen te optimaliseren, voert Van Dijk nog 5,5 gram gist per koe per dag. Ja, gezond van de koeien is in mijn beleving goed. Die dagdosering die is gewoon laag. Antibiotica die ik dan gebruik, die zit in de droogzetters die ik mag gebruiken. Overige antibiotica heb ik weinig nodig. Ik probeer een stukje preventief te werken door een voedingsgist aan het rantsoen toe te voegen. Waardoor de weerstand van de koeien wat hoger is. Voldoende conditie op de koeien houden, dan blijven ze doorgaan. Om zijn bedrijfsresultaten nog verder te verbeteren, vraagt Van Dijk erfbetreders hoe hij een nog betere boer kan worden. Er komen hier verschillende mensen op het bedrijf. Een voerleverancier, een accountant, net als bij iedereen denk ik. Ik probeer mijn erfbetreders wel uit te dagen. Bijvoorbeeld met een voerleverancier, dan komen de technische resultaten op tafel. En dan probeer ik met die mensen te sparen van wat moet ik verbeteren om bij de bovenste 25% van Nederland te horen. Ik wil bij de blijvers horen, dus ik moet wel resultaten boeken.